Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. Welkom, beste kijkers, bij de tweede uitzending van Los Buitenspel. Een sportprogramma dat vorige week zijn eerste uitzending heeft gehad met drie gasten. En deze avond mag ik weer drie gasten welkom heten om met elkaar te praten over de verrichtingen van de drie plaatselijke voetbalclubs Eemdijk, Spakenburg en IJsselmeervogels. Vandaag zitten aan tafel bij mij Bart en Kees Duist en Jan Schuit. Bart Bos, wil je jezelf even introduceren voor de kijkers, voor hen die je nog niet mochten kennen? Ja, ik ben Bart. Voorheen altijd bij de Bunschoter actief en nu nog steeds freelance schrijven. In dagelijks leven verder werkzaam bij de lokale omroep Zeewolde. De Los met een Z. De Los met een Z. Dan gaan we naar Jan. Ja. Wil jij ook even introduceren voor de kijkers? Ik woon hier sinds 1977, dus aardig ingeburgerd inmiddels. En ja, ik heb natuurlijk de laatste 12, 13 jaar bij De Los zaterdagmiddag de radio gedaan, voetbalwedstrijden. En ook een aantal keren het programma gepresenteerd wat hiervoor was. Los Sport Café. Dus wat dat betreft zullen de mensen mij ook wel kennen. En anders is het vast wel aan je stem. Nou ja, mijn stem sowieso. Want ja. Ik hoor regelmatig, laatst ook bij Spakenburg toen mijn kleindochter daar speelde, een vrouw achter mij. Hey, die meneer ken ik. Ja. Van De Los. Ja, van De Los. Dus, ja. Nooit gezien, maar wel gehoord. En ook een keer bij de dokter. Ik kom binnen, ik zeg goedemorgen. Ah, u bent Van De Los. Ja. Dus ja. Gelukkig zit er geen steekje bij Los. Nee, gelukkig niet. Dat hebben we in dit programma niet nodig. Nee. Derde gast. En vorige week was je ook al aanwezig, Kees. Ja. Toen heb je ook de gelegenheid gehad om je te introduceren. Jij bent Kees Duist en je bent actief vooral bij Spakenburg. Fanatiek aanhanger van FC Twente. Ja. En wat ik begrepen heb is dat je actief bent in het wedstrijdsecretariaat. Van Spakenburg. Ja, samen met een aantal anderen. En ik doe nog wat op het gebied van. Ik ben scheidsrechtscoördinator bij de jeugd. Dus ik moet ervoor zorgen dat er iedere wedstrijd een scheidsrechter, een clubman aanwezig is. En dat is nog een behoorlijke klus. Dat kan ik me voorstellen. Veel meer wedstrijden hebben dan scheidsrechter. Ja. En verder ben je natuurlijk berucht om je. Mag ik dat zo zeggen? Om je Twitters. Ja. Want je mening is soms best wel pittig. Ik ben iets rustiger geworden op Twitter gebied, tenminste wat betreft Spakenburg. Want dan had ik vroeger natuurlijk nog wel eens een genuanceerd oordeel, maar ook wel eens een ongenuanceerd oordeel. Zeker in de tijd van John de Wolf. Maar dat gaat prima. Nou, de essentie van het programma, gasten, is dat we op een goede manier. Een leuke manier met elkaar praten over de afgelopen wedstrijden, zoals we dat na afloop van een wedstrijd doen, bijvoorbeeld in de kantine. Nou, dan hebben we vast wel puntjes van kritiek, maar er zijn natuurlijk ook altijd momenten dat we iemand een pluim kunnen geven over een goede wedstrijd die hij gespeeld heeft. Of een goede wissel van de trainer, ik noem maar iets. En we hopen dat het allemaal, kijkers, aan bod komt in dit programma. We hopen dat u daar met veel plezier naar wilt kijken en kunt kijken. En dat u na afloop ook tevreden zegt van nou, dat is een leuke uitzending. Dat was leuk en we hopen op uw commentaar. Het programma bevat drie onderdelen. En het eerste onderdeel is de aftrap. En de aftrap, dan krijgen de gasten de gelegenheid om een... iets opmerkelijks van het afgelopen weekend te noemen, voor het voetlicht te brengen. En dan mogelijk dat we daar in de
verloop van de uitzending nog met elkaar over doorpraten. Ik wil beginnen met Bart. Bart, wil jij de aftrap doen? Ja, ik ben zaterdag bij Smeerwals geweest, zoals jullie wel gezien hebben. Ik zag toen dat IJsmeerwogels vooral de eerste half uur ontzettend matig voor de dag kwam. Daarna beter in het spel kwam en de wedstrijd leek te gaan winnen in de tweede helft. Alleen aan het eind lieten ze de verdediging een beetje in de steek. Waardoor Quick Boys in een overtal kwam en Quick Boys de 1-0 kon maken. Ja. Dus dat was... Je kunt in de verslagen ook lezen. Ik weet niet of het jouw verslag in de Bunschoten was of dat het een ander verslag was waar de trainer van IJsselmeer volgens aangeeft dat hij 5-3-2 speelt. Vrij verdedigend. Dat was de eerste helft. De tweede helft. De kijkers die kunnen daar ook een beeld van zien. Dus IJsselmeervogels verdedigend opgesteld staat en IJsselmeervogels of Quick Boys in een aanval ook gevaarlijk voor de goal komt. De betreffende speler van IJsselmeer of van Quick Boys, die schiet de bal langs de paal. In het verslag staat ook dat er geen kansen waren voor Quick Boys, net zo min als voor IJsselmeervogels. En je zegt terecht dat er in de tweede helft aanmerkelijk beter gevoetbald wordt. Maar mogelijk dat we daar in het tweede onderdeel van het programma nog even nader op ingaan. Kees? Wat ik opvallend vind is dat van de ploegen die... voor het seizoen al altijd een rijtje titelfavorieten. En dat in mijn ogen behoorden daar dus Katwijk, HAC, AFC... Spakenburg, Rijnsburgse Boys, die namen werden ook steeds genoemd, dus die hoorden daarbij. Maar van dit rijtje hebben Spakenburg, AFC en Hardenberg een hele matige, zo niet zwakke start gemaakt. Ja. Want Hardenberg heeft nog helemaal niet gewonnen, die staan dus op 0 uit 2. Wel twee pittige tegenstanders, wel Scheveningen. Ja, Spakenburg vliegt er ook van. Dus een pittige tegenstander. Nu Katwijk. AFC speelt gewoon tegen de treffers gelijk. 1-1 en vliegt de eerste wedstrijd met 4-1 van Katwijk. En Spakenburg, dat had ik persoonlijk op 6 punten gerekend voor die wedstrijden tegen Jong Volendam en Scheveningen. En die staan dus gewoon op 1 punt. Ja. Dus ik weet niet of dit van korte duur is, maar dan, daar is nog wel een hoop werk aan de winkel voor de hele trainers. Dankjewel. Dus ik ben ook heel benieuwd wie zich als eerste van die drie weer een beetje gaat herstellen. Ja. Nou, we hopen natuurlijk Spakenburg. Ja. Ja. Maar dat zal nog een hele klus worden. Gelet op het programma van de komende week. Maar daar komen we straks nog even op. Ja. Goed. Jan, jouw aftrap. Ja, het coronabeleid van IJsselmeervogels. Ja. Ik heb hier geschreven, ze lijken wel roomser dan de paus. Ja. En dat in een christelijk dorp. Ja. Dat heeft ook de pers gehaald de afgelopen weekend. En ik heb het ook gemerkt. Ze zijn redelijk streng. En op zich is het allemaal keurig binnen de wet en volgens de regels. Maar een beetje souplesse zou misschien wenselijk zijn. Want ik zie bij Eemdijk en bij Spakenburg wordt er ook wel gelet op. Maar lang niet zo streng als bij IJsselmeervogels. En dat gaat toch... bezoekerskosten of vrijwilligerskosten. Dus ze zijn inderdaad volgens jou roder dan de paus. Ja. Roomser dan de paus. Ja. Maar er zijn al een paar vrijwilligers gestopt. Ja. Ja, dus misschien dat we straks in het programma daar nog even wat nader op in kunnen gaan. Ja. Want de aftrap is de bedoeling, kijk eens, dat het even heel kort is. Even voor het voetlicht. En dan gaan we vervolgens over naar het hoofdonderwerp van het programma. En dat hoofdonderwerp dat is van de zijlijn. En dat betekent dus dat wij als mensen van de zijlijn, want we hebben het spelletje zelf niet gespeeld. Ja, zeg maar het hebben over de wedstrijd. Zoals we dat ook in een kantine hebben. Van de zijlijn, daar spreken we dus met elkaar over de wedstrijden van IJsselmeervogels en van Spakenburg en van Eemdijk. We gaan beginnen met de thuiswedstrijd van
tweede divisieclub IJsselmeervogels. En dat is IJsselmeervogels tegen Quick Boys, de tweede wedstrijd in de competitie. En Bart heeft het net al ook aangegeven. Jij hebt de wedstrijd ook helemaal gezien. Je hebt er ook een verslag van gemaakt. En je hebt het al gezegd, het was een matige eerste helft. Ja. En de trainer die heeft het ook verwoord dat hij, ja, zeg maar, ja, vanuit een verdedigende opstelling, ja, eerst proberen wilde om doelpunten tegen te gaan. En dan vervolgens voetballend tot kansen te komen. Mm-hmm. Jij hebt de wedstrijd gezien. Ja, hij wilde Quick Boys opvangen. Dat is niet echt des IJsselmeervogels. Maar de eerste half uur had ik echt het idee van, wat doe ik hier? Nou ja, als je enigszins met een rode bril naar die wedstrijd keek, dan had je echt zoiets van ik val bijna in slaap. Ja. Quick Boys had het leeuwendeel van het balbezit de eerste half uur, maar ja, ze kwamen niet echt tot mogelijkheden. Ja, één kleine mogelijkheid bij de eerste paal dus. Wat de trainer waarschijnlijk niet echt als kans ziet, maar nee. Wat er eigenlijk wel eentje was. Maar daarna, na het eerste half uur, leek het alsof ze de schroom van zich afgooiden en eindelijk gingen voetballen. Ja. Want ik denk dat er anders de tweede helft weinig mensen weer overbleven, ja, dan langs de kant. Heeft hij dat gedaan door wissels toe te passen? Dat hij van die 5-3-2 naar een 4-3-3 is gegaan? Of heeft hij met meer lef vanaf de 16 gevoetbald? Ze gingen met meer durf spelen. Ja. En nou ja, het leek wel alsof ze dachten van, we hebben gezien hoe Quick Boys is en dat kunnen we wel, daar, ja, kunnen we wel tegen spelen. Ja. Dus nu is het aan ons en nu nemen wij het over. Ja. Want Quick Boys werd ook gekenschet als niet een top. Ploeg. Nee, dat klopt. Quick Boys heeft, het is een beetje het Feyenoord van het amateurvoetbal. Quick Boys heeft nog wel de naam, ja, maar de laatste titel van Quick Boys stamt nog uit de zwart-wit tijdperk zo'n beetje. Ja. Ja. Toch hebben ze best aardige spelers gehaald. Ja. Dus ze zien zichzelf denk ik wel in de subtop eindigen, mm-hmm, maar zaterdag hebben ze dat niet laten zien. Nee. Was er wel beleving? Bij IJsselmeervogels. Meer zogels. Ja, nou ja, de eerste half uur waren ze echt opvangen. Maar daarna gingen ze wel voor en tegenaan. Maar het eerste half uur was echt doorkomen. Door de zure hap alleen bij. Ja, de tweede helft draait het eigenlijk helemaal om. Ja. En krijgt IJsselmeervogels ook diverse kansen. Diverse, behoorlijk vind ik vanuit de samenvatting, behoorlijk uitgespeelde kansen. Mm-hmm. De grootste was op aangeven van Sanchez, die paas op links naar Langendijk. Langendijk, ja. Ja, zijnet schoot. Een riante mogelijkheid natuurlijk, die schoot hij in het zijnet. Vervolgens komen er nog een aantal behoorlijke kansen voorbij. Mm-hmm. Waarbij de keeper, volgens mij Helm. Mm-hmm. Van Helm. Van Helm, die toch, hij staat natuurlijk daar niet voor niks op doel. Mm-hmm. Anders had hij beter in de dugout kunnen gaan zitten. Een aantal goede reddingen heeft. Mm-hmm. Maar ja, ze hadden eigenlijk dan minstens of twee of drie doelpunten moeten scoren. Als je daar twee of drie van binnen schiet, ja, dan is er geen veldje in de lucht. Ja. Maar het is Mike van der Laar, die zaterdag zijn 252ste wedstrijd en Gulders werd voor de 250ste. Ja. Die zei het nog van bij IJsselmeervogels speel je niet voor een gelijkspel, je speelt voor de overwinning. Ja. Maar ja, toen zei ik nog tegen hem van, ja, 5 minuten voor tijd had je beter kunnen zeggen van prima, 0-0, ja, is ook goed. Ja. Want nu ga je wel de bietenbrug op. Ja. We kunnen ook dat moment laten zien dat het doelpunt eraan komt. Jamie Schaap geeft ook aan van dat hij best wel een beetje boos was dat ze die speler die over het middenveld aankomt lopen met die bal, dat ze die niet, omdat er inderdaad een overtaalsituatie ontstaat, dat ze die dus niet tactisch voeren. Dat klopt. Ik had Daniel van Sonne, nieuwkomer van Koninklijke HFC, ook geïnterviewd zaterdag. Ja. Want die stond er ook bij, maar die zag je ook echt in de beelden, uit het beeld blijkt dat ook. Die zag je ook echt twijfelen van wat moet doen. Ja, ik sta hier bij mijn man, maar ik kan hem wel loslaten en naar die andere man toe lopen, maar dan speelt hij hem hierheen. Ja. Dus die stond ook een beetje reddeloos erbij. Die stond er inderdaad een beetje reddeloos bij, ja. Maar goed, Kai Erings, mm-hmm, die de vorige wedstrijd dus inderdaad een doorgebroken speler neerhaalt.
Want dat, die jongen die had ook anders gewoon richting Jamie Schaap kunnen lopen. Dus het was zeker geen à la Kai Herings gevalletje. Uh-huh. Maar ja, het kostte nu wel 3 punten. Ja, 1 eigenlijk. Want anders had je gelijk gespeeld. Ja, anders had je inderdaad gelijk gespeeld. Maar goed, nu krijg je hem dus om je oren. Uh-huh. En verlies je dus die 3 punten die je mogelijk wel had moeten winnen. Nou, Jan die gaf het net al aan met dat coronabeleid. Er waren 150 kaarten beschikbaar voor Quick Boys. Dat waren er te weinig. Het beleid van IJsselmeervogels is dat ze die aparte vakken willen hebben voor zeg maar gevaccineerden en mensen die een zo'n coronacheck kunnen laten zien. Vervolgens delen ze dan een gebied in op de tribune of daaromheen waar mensen die moeten dan 1,5 meter in acht nemen. Wat ik begrepen heb is van de voorzitter Frank van der Bos dat dat scheelt 2200 of 850 toeschouwers. Ik vind dat een hele leuke discussie. Want ja, moet de minderheid nu de meerderheid de les lezen? Of zegt de meerderheid nu van ja, de meerderheid beslist. En wij zijn in de meerderheid. Dus is 60-70% die zoiets als een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Of kunnen laten zien dat ze getest zijn en negatief. Dat die wel gewoon met z'n allen, dan kunnen er dus 1800 van dat soort mensen naar die wedstrijd. En dan kunnen de 400 bijvoorbeeld niet gevaccineerden naartoe. Maar dan kun je wel, ik geef je wel 2200 mensen de gelegenheid om zo'n wedstrijd te zien. En anders is het er maar 850. En van die 1800 gevaccineerden, zouden de 1000 dus de wedstrijd niet kunnen zien. Ja, hoe eerlijk is dat? Dus ik kan ergens wel begrijpen dat IJsselmeervogels een keuze maakt. Een keuze tussen twee kwaden. Ja, je doet het nooit goed. Nee, dat is dan zo. Maar aan de andere kant ook. Ik heb een geel boekje. Dat is niet voldoende. Je moet juist je QR-code op je telefoon laten zien. Ja. Ik denk van ik ben niet zo handig met mijn telefoon. Nee. Ik ben handig met zo'n boekje. En zo zullen er meer zijn. Dus dat, een beetje souplesse op dat punt. Van, ja, maar kom het boekje aan, dan dat zal in de praktijk misschien wel gebeuren. Maar op voorhand wordt gesteld van niet. Oké. Okay. Dus ja. Nou, ik vind dat je kunt aantonen dat je gevaccineerd bent. En je hebt 2 keer zo'n barcode in een vaccinatieboekje staan. Ja, waarin ja. staat dat jij gevaccineerd bent met het virus, het rode virus bijvoorbeeld. Ja, dan moet je er gewoon op kunnen. En of je dat nou op je telefoon laat zien of op papier. Ik heb een boekje met wel 30 van de inentingen, want ik ben de hele wereld over geweest. Ja. Dus dat boekje zit vol. Ja, maar misschien vertrouwen ze je daarom niet. Nee, dat ze allemaal vals zijn. Ja. Maar goed, ik denk dat ze er wel naar zullen kijken. Maar je hebt gezien bij Quick Boys, hoe dan ook, of je nou 150 man toelaat, of 300 man, of 3000 man, rottigheid krijg je toch. Ja, vooraf blijkt dus dat een groepje rond de Oude Haven, vanuit volgens mij de Hoekstraat, met blauwe rook en fakkels is gekomen. Dus trouwens toch wel politie achter de hand geweest, blijkbaar. Want die waren vrij snel te plaatsen. Genoeg hoor, waren genoeg agenten te beschikken. Ja. Maar Bart, heb jij ook nog gezien dat er supporters van Quick Boys op het veld waren? Niet op het veld. Want ik heb een foto gezien. Ja. Dat een klein groepje supporters met blauwe rook. Staan twee supporters. Heel even voor het begin van de wedstrijd. Oké, heel even voor het begin van de wedstrijd? Ja, voor het begin van de wedstrijd leken ze door de balustrade zeg maar heen zich te wurmen. Oké. Maar dat werd gelukkig erger voorkomen zeg maar. Erger werd voorkomen, want ik zag wel die foto, maar ik kon het in de samenvatting niet terugzien. Nee, en dan verwacht je natuurlijk dat na de viering van het doelpunt. Maar dat was voor de wedstrijd. Ja, want de supporters of de spelers die rennen ook over de afrastering heen en gaan naar het hek waar die Quick Boys supporters achter het hek, dat hek staan aan de Westdijk om daar dat doelpunt te vieren. Dat trouwens ook getoond wordt op de camera. Klopt. Maar goed, IJsselmeervogels, die heeft ook dus niet zo'n hele beste start. Geen goede beurt gemaakt. Nee, en Spakenburg heeft ook niet zo'n beste start. En ik stel voor dat we naar Spakenburg gaan. Ja. En daar is Kees geweest.
Ja, ik was getuige van de wedstrijd in Scheveningen. Na een kwartier had ik alweer spijt als haren op mijn hoofd, want er was toen nog niet veel te beleven geweest. Ja, vervolgens komt Scheveningen op voorsprong. En ik heb me mateloos geërgerd aan de manier waarop dat doelpunt tot stand kwam. Meneer Juri Koelewijn levert heel simpel een bal in. En ja, dan denk je dat er nog wel ingegrepen kan worden. Maar ook Koos Werkman die ging niet helemaal vrij uit, in mijn ogen, bij dat doelpunt. Nou, daarna een geweldige actie van de man waarvoor ik vorige week gepleit heb dat hij toch in de basis moest beginnen. Dus dan weet je al over wie het gaat. Vince Gino Dekker, die legt een voorzet panklaar neer bij Floris van der Linden, die dus nou, binnen de minuut alweer de gelijkmaker maakt. Maar ja, dan denk je dat Spakenburg tot de rest van de eerste helft gaat die matige start tot het verleden laat behoren en gaat doorstomen naar een tweede treffer. Maar niets was minder waar, want Scheveningen kwam weer op voorsprong. En weer zag Juri Koelewijn er bij dat doelpunt niet goed uit. En deze keer samen met Hero van Lopik. Beide heren lieten zich kinderlijk eenvoudig verrassen. En die man die kon zo rechtstreeks door naar de doelloper. Kools Werkman noem ik ook nog een keer. Want die had misschien, ja, die werd ook simpel uitgekapt. Misschien hij moest instoppen, dus hij moest een keuze maken, denk ik. Of hij nou die man wel of niet zou moeten pakken. Maar de 2-1 was in ieder geval een feit. En ja, we kunnen wel stellen dat Spakenburg daarna, ja, er is denk ik wel hard gewerkt. Maar er is weer, net als in de meeste wedstrijden de oefencampagne, bijna niets gecreëerd. Ja. Ik denk dat ze over 90 minuten gezien een anderhalve kans hebben gehad. In de tweede helft werd er op een gegeven moment, ging Meijers een aantal wissels. Dus Boy van der Beek werd eruit gehaald. Juri Koelewijn. Emilio Vink, die trouwens links aan de buitenkant stond. Dat was bepaald geen succes, dus ik denk een eenmalig optreden van hem daar. Wat me wel enorm verbaasde was dat na de wissel van Boy van der Beek de zeer verdedigend ingestelde Olijven op de teampositie terecht kwam. Ik heb het met Meijers er ook over gehad. Hij zei ja, dat het zo'n beetje de enige optie was nog. En dat er verder, omdat Vink en Juri Koelewijn die er ook kunnen spelen, die waren dus ook al vervangen. Maar ik heb daar wel mijn wenkbrauwen over gefronst. Want ik vond dat echt heel matig. Ik moet er nog wel bij zeggen. Het is gekker dan. Ja, die kwam later ook nog het veld in. Maar daar gaan nu toch wel stemmen op om hem zo snel mogelijk weer in de basis te zetten. Want het middenveld wat we nu hebben, dat heeft geen enkele creativiteit. Nee. En Amokodo, die jongen van Hardenberg waar ik het vorige week over had, die mocht ook nog invallen. Die mist nog duidelijk wedstrijdritme. Het was gisteren ook goed te zien in die oefenwedstrijd tegen Telstar. Dat hij voornamelijk balverlies. Dus die is nog niet klaar, denk ik, voor een hele wedstrijd. En zeker niet tegen een club als Katwijk. Dus al met al, ja, ik vergeet nog te melden dat Spakenburg, dat was wel bij de beelden bij RTV West te zien, dat Floris van der Linden die werd nog een keer getorpedeerd. Ja. Als je die beelden goed bekijkt, dan lijkt het dat hij zich laat vallen. Ja, die beelden kunnen we ook laten zien. Maar hij had een enorme jaap in zijn. Maar die scheidsrechter die heeft gewoon na afloop toegegeven dat hij het verkeerd gezien heeft. Want hij kreeg ook nog een gele kaart. Ja. Maar ik denk dat Spakenburg helemaal geen recht had op een punt. Want als ik het spel wil bekeken, het was echt van een bedroevend niveau. En er zal heel snel verbetering moeten volgen, want je weet welke wedstrijden er nu aankomen. Nou, maar je hebt er nu weer die terugkomt van Telstar. Daar ben ik op zich heel blij mee. Want, ja, maar als er geen aanvoer is. Ja, nou, ik maak me ook een beetje zorgen over. Want dan stel je duidelijk de creativiteit op het middenveld. Dat klopt. Maar ik ga ervan uit dat Ter Schegert, die heeft dus matige voorbereiding gespeeld. En die was dus een beetje kind van de rekening geworden. Ja. Maar ik ga ervan uit dat die heel snel weer een basisplaats krijgt. En dan moeten we even kijken hoe Eindhoven gebruikt gaat worden. Want die was natuurlijk vorig jaar heel succesvol in een tweespitsen systeem met Van der Linden. Dat werkte perfect. Maar deze man die kan ook in een driespitsen systeem als linksbuiten uit de voeten. Want ik vond hem gisteren viel hij dus de tweede helft in. En dat deed hij in mijn ogen voortreffelijk. Vooral door zijn snelheid is hij levensgevaarlijk. Maar
ik maak me vooral dus zorgen ook over de Spakenburgs inbreng in het elftal. Want Hero van Lopik is geen schim van de goede rechtsback van vorig seizoen. Toen was hij ook aan de bal, heel sterk, opbouwend goed. Ja, het is natuurlijk een middenvelder van origine. Ja. Het lijkt wel of hij het voetbal helemaal verleerd is, want ik kan helemaal niks meer. Op dit moment dan. Hè. En Juri, daar heb ik vorige week al wat dingen over. In mijn ogen is dat geen basisspeler. En tot mijn grote verbazing stond hij gisteren in die oefenwedstrijd tegen Telstar als rechtsback opgesteld. Dus ik weet niet wat de volgende stap is. In de plek van Hero van Lopik? De plek van Hero van Lopik, die wel de tweede helft weer mocht spelen. Zou daar graag een man als Frank Olijven eens een keer willen zien. Omdat toen die kwam bij Spakenburg, werd er ook gezegd dat hij in noodgevallen ook op de beide backposities. En die heeft toch wat meer ervaring dan Juri. Ik heb een hekel aan voetballers die altijd met een half naar beneden lopen te voetballen. En daar is Juri wel een schoolvoorbeeld van. Ja. En dan wil ik niet de hele nederlaag op hem afwentelen. Maar nee, ik vind gewoon dat hij niet in dit elftal thuis hoort. Dat is een hele conclusie. Maar ja, als maar je een selectie hebt van 23, 24 men. Precies, maar ik heb dan moet je als trainer kiezen voor de beste opstelling. Ik heb vorige week al gesteld dat Juri in mijn ogen al 4 jaar stilstaat. Hij zit nu 4 of 5 jaar bij de selectie. Maar zie geen progressie. Nee. Nooit een assist. Scoort nooit. En altijd met zijn hoofd naar beneden aan het voetballen. Dus nou, ik zou niet zeggen dat hij altijd met zijn hoofd naar beneden maar wel loopt. Vaak. Maar vooral als er iets mislukt. Ja. Dat heb ik ook in de wedstrijd tegen Jong Volendam echt een aantal keren gezien. Ja. Dat heb ik ook nog gedeeld op de tribune met mensen die daar zaten. Daar erger ik me ook aan. Ja. In de zin van, ja, je paas komt niet aan en dan ga je vervolgens met je hoofd naar beneden lopen. Ja. En ja, ook nu in die situatie die we net ook hebben laten zien. Ja. Van dat doelpunt waarbij Hero en Juri allebei, zeg maar, doorsneden worden. Een man uit de rug laten lopen. Ja, gewoon. Doorsneden worden. En dat Juri dan ook erachteraan loopt en dan, ja, eigenlijk al weet hoe laat het wordt. Die lichaamshouding, ja, die past volgens mij niet bij iemand die, ja, hogerop wil. Ja. Want je kunt best een keer teleurgesteld wezen, maar ik weet nog vanuit vroegere situatie dat er in de training ook tegen mij gezegd werd van, als een keer een bal niet lukt, ga niet meteen met je hoofd naar beneden lopen. Ja. Ja, want dit is al in de game. Ja, ik mis op dit moment ook een aantal pure winnaars bij Spakenburg. Die Amokoro, dat is wel zo'n mannetje, maar die is nog niet 100% wedstrijd. Ik ben het niet helemaal mee eens, Kees. Want die winnaars moeten allemaal in het veld lopen. Want ik heb begrepen van de technische commissie dat ze allemaal mensen met karakter en een winnaarsmentaliteit hebben uitgekozen. En als nu blijkt dat ze dus niet lopen, ja, dan weet ik niet hoe ze screenen. Ja, of de druk is hier gewoon door. Misschien is de druk voor sommigen dan. Ik zal niet zeggen dat er verkeerd is ingekocht. Helemaal. Ik was ook een van degenen die heel tevreden was met de spelers die ze hebben gehaald. Alleen, ik heb nu wel het idee, en dan ga ik verder niet op namen, maar dat er te veel ideale schoonzonen in dat veld. Ik mis types als Hessing en van een verre verleden nog Erik van der Greft. En persoonlijk had ik graag gezien dat er nog een soort moordenaar voor de defensie was aangetrokken. Want ja, maar die gaan allemaal naar IJsselmeervogels. Want die mensen, die had dus die trainer van IJsselmeervogels nodig. Ja. Want die wilde ook dat soort spelers juist ze hebben. Ze hebben allemaal behoefte aan Jan Wouters. Ja, en Mark van Bommels. Dan ben ik benieuwd hoeveel Pompon neergeschieter op de eerste training. Ja. En als ze er naar lopen en ze maken een overtreding, dan gaan wij het hier over hebben. Nou, de station voor geluk moeten nemen. Of houden bij IJsselmeervogels. Ja. Ja, want dat is er één. Die gaat er wel voor, hoor. Ja. Voor hij is mee wel als twee, bedoel je? Nee, als je zoekt iemand die de beuk erin gooit en ervoor gaat, nou, dan is dat er wel één. Ja, maar gaat hij naar Spakenburg toe? Nee, gaat niet naar Spakenburg. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ook niet naar IJsselmeer mee wel. Nee. Goed, maar je had het net over het gebrek aan scorend vermogen. Het is net al genoemd, Robin van Eindhoven. Heel verrassend. Het Twitterbericht, dat kunnen we laten zien. Ja. De komst van Robin van Eindhoven. Ja. Het zat al een poosje in de pen. Het werd alleen geheim gehouden. Ik heb begrepen dat. Het is nu deze week, maar niet vorige week, maar de week daarvoor was er al contact met Robin. Dat werd stilgehouden. Logisch. Ja, Robin die heeft corona gehad in de voorbereiding. Dus die heeft de hele voorbereiding eigenlijk gemist.
Ja, daarna stond dat elftal een beetje bij Telstar. Toen kwam hij er dus niet meer in. Misschien nee. zegt die trainer Andries Jonker het niet meer in hem zitten. Hij heeft zelfs ook op de tribune gezeten. Dus Spakenburg heeft steeds contact met hem gehouden, begreep ik van de TC. En ja, op een gegeven moment hebben ze Telstar gebeld of er niet. Of er misschien weer een opening worden gesproken over een terugkeer van. Van Eindhoven, dat hij dat zelf ook al een beetje had aangegeven, dat hij er wel open stond, in ieder geval voor een gesprek. Ja. En hij had ook steeds gezegd dat Spakenburg de eerste club was waar hij mee zou gaan praten. Ja. Dus ik kom daar straks nog eventjes op met de publiekswissel. Ja. Maar hij wordt niet gehuurd, ze hebben zijn contract ontbonden. Zijn contract is ontbonden en hij heeft een contract voor 1 jaar getekend met een optie voor nog een jaar. Nog een jaar. En wat ik er tot nu toe van begrepen heb, is iedereen bijzonder content met zijn komst. Ja. Dus nou, we zullen het merken en hopen dat in de komende wedstrijd tegen Katwijk hij zijn scorend vermogen kan laten zien. Ja. Misschien is de wedstrijd tegen Katwijk ook wel de gelegenheid, omdat Katwijk natuurlijk ook een club is die zeker niet met 5 verdedigers achterin gaat lopen. Altijd wil voetballen. En waarschijnlijk druk zal zetten op de... Op de verdediging van Spakenburg, waardoor er dus met de snelheid van ook van de Linding, want die is ook natuurlijk best wel rap. Ja, en Eindhoven. Ik vond die van Eijk van Scheveningen, die het heel netjes verwoordde, altijd maar in die gaten lopen. Ja. Ook al krijg je de bal niet, want verdedigers moeten dan keuzes maken en je trekt het veld op. Nou, dat ziet hij goed. Hij maakte het eerste doelpunt. Ja. En daarna, hij was ook degene die enorme kans miste toen de bal al op de doellijn lag. Want het had ook nog erger af kunnen lopen natuurlijk. Maar hij gaat ervan uit dat Kat, tenminste in de jaren daarvoor, Spakenburg ook steeds de wedstrijd verloren voorafgaand aan de wedstrijd tegen Katwijk. En dat is tegen Katwijk. En toen kwam opeens, want vorig jaar hadden ze de start ook helemaal met 3 uit 3. Ja. En toen kwam opeens en toen namen ze tegen Katwijk wonnen ze. Maar Katwijk wil inderdaad altijd voetballen, dus dat ligt Spakenburg wel. Maar normaal gesproken zeg je, gelet op de vorm ook waarin Katwijk verkeert, dat het wel een hele lastige klus gaat worden. Ja. Maar daar komen we straks nog wel even op, denk ik. Je moet er ook op rekenen dat je altijd met onderschatting te maken hebt. Hoe je het ook wendt of keert, Katwijk reist af naar Spakenburg. Oh, een tegenstander heeft 1 keer verloren en maar 1 punt. Oh, en wij hebben het heel goed gedaan. En ook al zegt die trainer, niet onderschatting. Ik weet bijna zeker dat toch in die hoofdje zit. Denk het niet. Nee, Spakenburg is een tegenstander die aanspreekt voor Katwijk. Ja, en daar zijn behoorlijke gevechten geweest in het verleden. Dus daar denken ze niet te licht over. Absoluut niet. En jaren geleden zou Katwijk even op een doordeweekse avond kampioen worden. Het veld van Spakenburg. Alles was al in gereedheid gebracht. Maar toen stond Spakenburg, net als een paar jaar daarna, na die echte degradatie, stonden ze ook al in degradatiegevaar. Ja. Maar volgens mij stond het na 25 minuten al 3-0. Ja. Jaapie van Duin. Ja, Jaapie van Duin schoot er een vrije trap in. Dat was de specialiteit. Mm. Goed. Dat was de wedstrijd Spakenburg. Scheveningen tegen Spakenburg. En ik denk dat er genoeg over gezegd is. Want er is nog een hele mooie wedstrijd geweest. De eerste wedstrijd van Eemdijk tegen Swift uit Amsterdam. Eemdijk acteert in de hoofdklasse. Ja, ik weet het soms niet meer. In de hoofdklasse. Je wordt ouder, nou, Willem. Ja, het zal in het geheugen liggen, Bart. Ja. Nou, Jan en ikzelf waren daar op de tribune aanwezig. Het was een hele vermakelijke wedstrijd, vooral de tweede helft. Maar vooral de tweede helft? Ja, eerste helft heel matig. Begin van Eemdijk gaven kansen weg. En dat leidde toch tot... Tot niet doelpunten, maar het was wel angstaanjagend, zo slecht als er verdedigd werd. Ja. Uit het niets, min of meer, komt er toch de 1-0. Ja. Dan denk je, nou, het lek is boven, maar het was zo 1-1. En daarna 2-1 en het had nog erger kunnen zijn. Het had nog veel erger kunnen worden. In de rust is er 3 keer gewisseld, of begin tweede helft. En dat hadden we zelf al min of meer besproken van wie erin moest. Hè? Ja. En dan zie je dus een ommezwaai. Eemdijk ging wat feller voetballen, meer druk zetten, meer naar voren. En Swift die vond het wel goed. Dat is een hele goed voetballende ploeg. Qua voetbal is dat denk ik een van de betere ploegen in die klasse.
Een paar geroutineerde jongens erin. Daar riep ook iemand van de tribune, die man is 93 en jullie moeten hem, kunnen hem niet houden. Ja. Maar dan komt er toch een beetje opportunistisch spel en dan wordt het gelijk en dan wordt het zelfs nog 3-2. En dan denk je van nu is het in de tas en dat was nog 10 minuten of zo. En dan zie je ineens dat ze weer inzakken en dat Swift het initiatief neemt en dan zie je weer dat er heel slecht verdedigd wordt. Dan valt er een penalty, die denk ik helemaal niet nodig was. Goed, de jongen die hem veroorzaakt, die zei ja, hij deed het slim. Maar ja, dan moet je zelf slimmer zijn, zeg ja, ik. Wesley Mink. Het is inderdaad, was een hele geroutineerde jongen die dat uitlokte. Ja. Maar dat was toch niet nodig. En na die 3-3 ja, had het ook nog 4-3 of 3-4 kunnen zijn. Ja. Dus het bleef ontzettend spannend, maar verdedigend was het dus niet helemaal. In de eerste helft was het echt dramatisch in onze ogen. Dat ze of helemaal zoek gespeeld werden door de toch wel technisch heel vaardige spelers bij Swift. Of toch qua opstelling of verdedigende capaciteiten niet voldoende. Nu... heb ik begrepen van Theo van der Meen, de teamleider, dat er wel echt geblesseerden waren. Kijk, Imdijk heeft natuurlijk niet zo'n hele brede selectie. Dus ja, als ze dan een stuk of echt wegvallen, dan heb je als trainer Willem wel een probleem. Maar ging dat om allemaal basisspelers? Het zal niet om allemaal basisspelers zijn, maar daar zaten ook wel een aantal wel basisspelers. Want die Wesley Mink, die... Dat is normaal geen basisspeler. En zeker Beukers, die ook gewisseld werd. Die was ook geblesseerd en die was wel het basisspeler. Maar Jan-Pieter Hartog, die was net terug van vakantie. Ja. Die had ook nog maar één keer getraind. Ja. Dus ja, het zijn allemaal wel excuses. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom hoe je staat en hoe je verdedigt. En als het niet verandert... Ja, dan maak ik me zorgen, want Eemdijk was toch een onneembare vesting in de laatste jaren. Mm. Ze speelden op de nul en die hoefden er aan de andere kant één in te schieten. Ja. En je had weer 3 punten. Maar nu kreeg je er 3 tegen. Maar als je zo blijft verdedigen, dan heb je de wedstrijd 3 tegen. Ja, en ze hadden er gerust een stuk of 5. Ja, het hadden er ook 5 misschien kunnen zijn. Misschien wel 6 tegen kunnen krijgen. Zoveel kansen kreeg Swift in de eerste helft. Tweede helft en... ik heb een interviewtje afgenomen met Ergint Selimi. En dat gaan we nu even kijken. En dan stel ik hem de vraag van... hoe kijk je terug op de eerste helft? En ja, vervolgens word je ingebracht in de tweede helft. Mag ik je reactie op je invalbeurt? Ik moet zeggen dat er vuur in het spel kwam. Pit. Ook gezien het feit dat je... vanaf rechts, direct eigenlijk vanaf het begin, meteen losmaakt. En daar kwam ook gelijk een goede voorzet uit. Hier bij het interview. Ja, de eerste helft verliep moeizaam. Ik denk Swift had de meeste kansen. Misschien een beetje spanning, misschien een beetje... ja, iedereen moet weer inkomen. Tweede helft kwam ik erin. Ja, ik vond mezelf niet heel, heel best spelen. Ik was wel gevaarlijk. Een paar goede ballen. Als je invalt, is de trainer... dat is het enige wat de trainer wil zien. Pit en vuur. En ik kan dat wel goed eigenlijk als invaller ook. En dan moet je nog beter gaan doen als de jongens die gestart zijn. En ik denk dat vandaag wel gelukt is. Ergint Selimi, die het vuur dus ontstak, maakte ook nog een prachtig doelpunt. Een heel bijzonder doelpunt. Keeper ver uit zijn goal. Ja. En de bal werd weer teruggebracht door... de ene zegt door zijn broer. En de andere zegt door... Niels de Jong. Welke het was, dat weet ik niet meer precies. Ik denk dat de basisvoorzet van zijn broer was. Ja. En verlengd door Niels de Jong. Ja. Die richtte hem op de keeper. Ja. En toen kreeg hij hem terug. En met een boogje. We zouden het graag aan u willen laten zien... Eemdijk heeft namelijk een nieuw video-analysesysteem aangeschaft. Er worden geen beelden meer opgenomen door De Los of door Eemdijk zelf. Het is een camera die op een hoge paal staat boven de tribune. Hij staat ook voor de tribune. En die neemt de hele wedstrijd op. De camera volgt namelijk de bal.
Alleen, ze waren de eerste helft vergeten om die camera er neer te zetten. Dat is in de tweede helft gebeurd. En blijkbaar hebben ze vergeten om hem op opnemen te zetten. Want er zijn geen beelden. Het enige beeld wat we hebben is een klein filmpje van de camera die voor de tribune staat. En die kunt u nu zien. Helaas dus niet het doelpunt van Salimi. Want dat was echt een wonderschoon doelpunt. Dan sluiten we het onderwerp van de zijlijn af. We gaan naar het laatste onderdeel. En dat is het schot voor open doel. En het schot voor open doel, dat betekent dat de gasten de gelegenheid krijgen om een gele, een rode kaart of een publiekswissel uit te delen aan een speler, een trainer, supporters, bestuur, een technische commissie, de politie, noem maar op. Ik wilde beginnen met Kees. Ja. Mag ik jou de kans geven? Ik had vorige week een gele kaart voor de heer Meijers. Nu wil ik een publiekswissel uitdelen aan de TC van Spakenburg. Omdat, we hebben het er al even over gehad, ze zich bijzonder slagvaardig hebben opgesteld met het contracteren van Robin Eindhoven. Dat is een oud-speler die het vorig jaar voortreffelijk deed en verschillende doelpunten had gemaakt in die 4 doelpunten in 6 competitiewedstrijden. En een perfect koppel vormde met Floris van der Linden. Ik denk dat ze, omdat ook andere clubs zoals Rijnsburg, Katwijk, die in Katwijk had vorig jaar ook al eens een keer een visje uitgegooid naar Eindhoven. Dat ze die gewoon te vlug af zijn geweest, want er is waarschijnlijk een dag van die slapen natuurlijk ook niet. Dus laten we die eens even eventjes voor zijn. En al heel snel even met Eindhoven om de tafel gaan zitten. Hij stond er zelf ook open voor. Dus niets dan lof hiervoor. Nou, publiekswissel voor de TC. Voor de TC van Spakenburg. Ga je niet liever Poupon gezien, Kees? Poupon, daar kom jij straks nog even op terug, denk ik. Daar wil ik ook nog wel even wat over kwijt. Jan. Ja, oorspronkelijk had ik een gele kaart voor de verdediging van Eemdijk. Dat hebben we al genoemd. Spelers en trainers vinden een gele kaart vaak onterecht. Ja. Nou, in dit geval is het misschien ook wel een beetje onterecht vanwege blessures en wedstrijdritmen en dergelijke. Maar het is duidelijk, ze zullen het zelf ook wel gezien hebben, dat de verdediging van Eemdijk is niet dat wat het in het de laatste 3 jaar was. Ja. Maar daarnaast heb ik nog iets. Het is mijn zorgen eigenlijk uitdrukken. En niet dus misschien een gele kaart aan mezelf. Want er zijn nu 5 wedstrijden gespeeld door de 3 clubs. Eemdijk nog maar 1 dan. En slechts 3 punten. Ja. Is dat een voorbode of een koude start? Als je nou kijkt naar de tegenstanders, dan zeg ik van nou, dat is ook niet. Het zijn ook geen tegenstanders waarvan je wakker moet liggen. En ze hebben allemaal wel problemen, want HAC en AFC en allemaal opstartproblemen. Ja. Dus wat dat betreft zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, om het er maar even zo uit te drukken. Maar ik maak me zorgen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar de competitie is nog maar net begonnen en zeggen we dat een generale repetitie is als hij slecht is voor voor de wedstrijd van een Katwijk. Ja, als je meer volgens waar moet hij trouwens naartoe? Noordwijk. Maar Kees zei het net ook wel over Spakenburg dan. Want Spakenburg krijgt nu 4 tegenstanders om u tegen te zeggen natuurlijk. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat je na 6 wedstrijden ook nog steeds op 1 punt staat. Ja. Ja. Dan denk ik dat er wel wat maatregelen gaan volgen. Ja. Maar goed, dat zullen we... De kop van Jut, maar dat wil ik de man absoluut... De beste maar man, dat zullen we de volgende afleveringen waarschijnlijk dan gaan bekijken. Komt John de Wolf weer terug, Kees. Bert, mag ik jouw schot voor open doel? Nou, ik wou gelijk een rode kaart geven eigenlijk. Aan de supporters van Quick Boys. Het leek nog zo rooskleurig eruit te zien dat ze aanvankelijk op de website hadden aangekondigd van ja, we krijgen maar 150 kaarten. Ja, dan denk ik van wees blij. In deze tijd mogen er niet al te veel mensen komen, dus je had ook niks kunnen krijgen. Dus dan krijgen ze 150 kaarten, zijn ze daar niet tevreden mee. Ja, prima, dan komen ze niet. Ook goed. Dus we hadden het er voor de wedstrijd nog over van daar komt mooi vanaf. Dat volk ben je liever kwijt dan rijk. Maar...
Nou ja, er stonden toch een aantal heethoofden met blauw vuurwerk op het veld te gooien en op het sportpark te gooien. En nou ja, dat, je kunt van Spakenburg zeggen wat ze willen, maar dat was geen Spakenburg. Het was echt absoluut Quick Boys mensen waren dat. Ja. Dat is wel duidelijk, maar de politie heeft ze vrij rap, dacht ik. Er waren gelukkig heel veel agenten op de been, dus die hadden heel erg snel gehandeld. Dus complimenten daarvoor. Nou, dankjewel voor jullie schot voor open doel. Heet van de pers, of net binnengekomen, is dat de komst van Poupon. Rydell Poupon. Nou, de tijd ontbreekt om daar nog deze aflevering aandacht aan te besteden. Nou, die zal zeker in de volgende uitzending aan bod komen. En dan zal daaruit blijken wat wij daar met het team en de gasten over denken. Ik dank jullie als kijkers hartelijk voor het kijken. Ik hoop dat het een aantrekkelijke uitzending was. Commentaar, nou, hartelijk welkom. Wie weet, tot de volgende keer. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.